Voor een dakbrand op een rietgedekte woning aan de Zwolseweg in Wenum-Wiesel is de brandweer gisteravond met meerdere auto's uitgerukt. Omdat het om een rietgedekte woning ging, is ook de rietploeg uit Kootwijkerbroek, gespecialiseerd in het bestrijden van rietkapbranden, uitgerukt. De brand is vermoedelijk ontstaan in het schoorsteenkanaal en daarna overgeslagen op het dak. De rietploeg heeft het riet rondom de schoorsteen verwijderd en de brand weten te blussen. Het nablussen en het controleren op eventuele hotspots in de rietenkap heeft nog enige tijd geduurd. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook gisteravond heeft de bestuurder van een koeriersbus op de Enkweg de macht over het stuur verloren. Ging daarbij rakelings langs een boom en belandde in de sloot. De bestuurder heeft hierbij geen letsel opgelopen. Het koeriersbusje is afgesleept door de bergingsdienst.